Beter dan de middelbare school. Blijf er vanaf! Ja, ik ben onder... Blijf er vanaf! En dan zijn die hier. Blijf er vanaf! Ja! How does it feel like... Dat je weer kijkt naar een allernieuwste vlog van... Oh, ik pleur haast van de trap. Van ik vlog niks. Oh, ik dacht van ik pleur haast van de trap. Ik ben nog steeds aan het filmen. Ja, maakt niet uit. En ik ook. Dan heb ik er eentje van voor en eentje van achter. Hartstikke nou, leuk. Dat toch allemaal niet mee. Nico, je praat alsjeblieft niet in de camera doen, alsjeblieft. Eentje van voor, eentje van achter. Op deze halve zol hier naast me moet je niet... Zo. Die past tegen de deur aan. Gaat hier een deurtje niet. Oh, wat vreselijk. We zijn weer gearriveerd bij de loungehoek en dan gaan we er even lekker zitten. Leuk dat je dit kijkt! Zo, was dat nodig? Ja, dat zie je wel. Wil je niet aan mijn haar zitten? Als je... Hij heeft ze op nummer gelegd. Blijft er af. Oh, nou. Nou, zo doe ik erop. Zit op mijn haar. Laten we even zijn woordje doen. Ja, nou, mensen, ik zit hier gezellig op de bank in de loungehoek met deze halve zolen allemaal achter me. Je hebt zelf ook al gezongen. Ja, daarom. Dus, is gewoon het klachtenbankje. Ja. Het biechtbankje, laten we het daarop houden. Ja. Maar dit zit nou niet heel geweldig, dus jij vond het goed. Ja, zit, hè? Ja, ik vind altijd leuk zo. Ja, een beetje gezellig, je saamhorigheid. Ja, je staat helemaal op. Als je iets leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Ik Vlog Justin. Justin, deze keer is niet aan jou de aandacht. Justin, dat was toch mijn vlog? Oh, was een luxe vlog? Volgens mij wel. Ik weet van niks. Doe allemaal. En mijn duimpje omhoog! En mijn duimpje omhoog! En mijn duimpje omhoog! En mijn duimpje omhoog! Dit gaat nergens over. Heel serieus kijken. Waarom zet je nou pauze? Anders worden de video's te lang, dan kan ik er weinig mee. Nee, dat filmpje moet zwerven. Jij bent een van de mensen gebruiken. Ja, hij moet altijd horizontaal. Ja, want dan heb je dat heb ik in de vorige vlog ook al eens een keer tegen je gezegd. Ja, gaan we blikken even terug naar het moment waar ik dat al heb gezegd. Daar gaan we nu even naar kijken. Er staat beeldscherm. Zo moet je. Zo moet je filmen. Ja. Altijd horizontaal filmen. Dat ziet mijn hoofd zo graag uit. Nee. Oh, wat was dat een mooi stukje. Okay. Twitter staat hier in beeld. Nee, nou hoef ik ook niet meer in beeld, hè. Oh, oké. Okay. Vreet me niet op. Nou, beste mensen. Oh, hij was nog niet aflopen. Nou, beste mensen. We beginnen even opnieuw. Ja, jij bent al genoeg in beeld geweest, wegwezen. Ik bedoel, ja. Zo nu niet erom met die vinger. Nog in deze vlog ga ik het hebben over het toekomstplaatje van mijn vlogger. Want er zitten heel wat leuke evenementen binnenkort aan te komen. Zo gaan wij binnenkort naar Concert met Zien. Hartstikke leuk. Dat is een van de hoogtepunten van 2018. Wij gaan heerlijk binnenkort op vakantie naar Luxemburg. Ook met deze mevrouw. Ik ga het zoveel met deze mevrouw doen, dat is ongekend. Zo gezellig. En zo gezellig. Nou ja, Appelpop is natuurlijk ieder jaar weer het headliner waar ik vreselijk naar uit zit te kijken. En wat hebben we nou nog meer? We hadden nog iets op het lijstje staan. Ja. Mijn verjaardag! Je verjaardag, tuurlijk! Beste paard van stal zit hier naast me. De verjaardag natuurlijk. Dus er zitten hele leuke evenementen aan te komen waar ik met vreselijk veel... Je bent verjaardag, oh ja, maar dat valt precies in de vakantie. Ja, maar dat is juist leuk. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Leuk. Dan word ik 24. 24? Oh, ja. 24. Dat is mooi. Oude bok. Zo doe niet op met dat kussen. Beter dan de middelbare school. Blijf er vanaf! Blijf er vanaf! Blijf er vanaf! Mijn witte melk, chocolade en paaseitjes in maart. Nee, het is april. Het is april. Trouwens, even notabene vrijdag de 13e. Ja, ik ben onder de ladder doorgepiet. Ik heb vanmorgen nog een zwarte poes gezien. Of was de kat? Ja, ik weet niet. Ik zal het niet meer. Wil je witte melk? Wil je witte? Ja. Mag niet. Trouwens, was je god eindelijk mooi op weg met het schrijven van iets met je vulpen? Ging het eindelijk goed? Vulling leeg. En dan zei de juffrouw, doe het nog maar een keertje. Blijf er vanaf! Beenswerken. Kun je dat nog voor je?
Van ja, de, ja, dan typisch, hè? Ja. Typisch. Ja. Eén huge ass. Blijf er maar af! Ja, we moeten voor die 100 abonnees gaan, hè? Ja. Dus abonneren hier beneden en liken. Wat zullen we nou gaan doen? Wat is dit voor nare kijk, deze filmpje likken. Likken? Ja. Wat is dit voor een wilt u even weggaan met die camera? Ja, ik wil graag niet filmen. Meneer, het is verboden hier te filmen. Ja, boeien. Nou, spreek nog met dat vieze ding in mijn oor. Ik ga filmen. Ga weg! Ja, beste mensen, ik heb ontiegelijk leuk nieuws. Ik ben namelijk genomineerd voor de Zorgmedewerker van 2018. En wat vind ik het een eer. Ik vind het geweldig. Alleen de nominatie vind ik al geweldig. Het kan me niet schelen of dat ik zou winnen, ja of nee. Maar ik vind de nominatie vind ik al geweldig. Wat een stunt. Zorgmedewerker van 2018. Dus wil je mij nou zien winnen? Doe eventjes stemmen op die pagina, want ik zou het zo leuk vinden. En ook degene die mij genomineerd hebben, heel erg bedankt voor de nominatie. Ik vind het zo ontiegelijk leuk, het doet me zo ontiegelijk veel vreugd. Uit de 300 inzendingen ben ik uiteindelijk met een andere collega, jullie hebben haar vast ook in vorige vloggen wel eens voorbij zien komen, Sandra van As, ben ik genomineerd. En wij staan samen in de top 10 vanuit de 300 inzendingen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dus doe allemaal even stemmen. Hartstikke leuk. Dankjewel. Hey, heel erg bedankt voor het kijken naar deze allernieuwste vlog. Vond je dit nou een hartstikke leuke vlog? Doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en laat hieronder in de reactie weten wat je van deze video vond. En wil je nou abonneren op mijn kanaal, moet je even een petitie schrijven en dat het liefst in drievoud. En dan ga ik kijken of dat je abonnee mag worden. Of je drukt gewoon op de knopje beneden. Ik zou zeggen tot volgende week. Doei! Doei.